Welkom bij een nieuwe aflevering van Formule 1 2020. Ik rijd opnieuw een race in het Championship. Ronde 15 vandaag, is dat ongeveer al een twee derde van het seizoen. Het seizoen loopt dus stiltjes aan op zijn einde. En vandaag racen we in Monza, in Italië. Ik heb er een deck van een kwalificatie op zitten. De pole position is verpakt en Bottas volgde op meer dan een seconde. Gisteren heeft een pole position bezorgd. En het is Valtteri Bottas die de voorste rij aanvult. Kijkend naar de rest van de grid hebben we... Twee en drie zijn niet verrassend. Of ja, de plaats waar hij misschien wel, maar wie er staat. Leclerc, Sainz en Daniel Ricciardo. Het is vrij realistisch dat de Ferrari het ook zo slecht doen hier. Dus dat is al een pluspunt. En voor de rest, ja, ik ben niet zo... hegemonisch, kun je dat kunt zeggen. Als Hamilton in het echt, maar toch. Voor de spanning kan dat geen kwaad. Vijf rode lichten en we zijn weg. De start is altijd een chaos hier, dus het is goed dat ik van de voorste rij sta. Kijk, al direct gele vlag, dat was te denken met al die opstopping daar. Voor mijn goede start en omdat, doordat ik van de voortrij betrek, direct een seconde voorsprong op een Bottas. Okay, that's a good start. Keep it up. Hier, heel gevaarlijk om weg te glijden. Mooie tijd voor de eerste ronde. Bottas al op 2 seconden, meer dan zelfs. Dus dit zal wel goed komen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk wel dat ik het niveau van de AI, dus het niveau van de computers, hoger ga zetten als ik start bij My Team. Ook omdat ik weet, ook al heb ik een slechte auto, ik kan nog steeds degelijke tijden neerzetten. En het is ook niet realistisch als ik meteen op het podium eindig. Ik wil dat ik sowieso horen ga en ik dan normaal wordt als van zo'n slecht team. Maar eenmaal ik aan het top ben, weet ik wel dat mijn tijden ook niet veel meer gaan verzeten vandaar. Het zal waarschijnlijk een 85 of een 90 worden. Betere bochten hier nu. Dat met Bottas gaat richting de 3 seconden. Kijk eens aan, wauw. DRS now available.
ja, dit was heel nips. Van bijna steentjes terecht. Verder ook verliezen koken. Je mag niet te snel verloren, denk ik, in ieder geval. Voilà, hier oppassen voor niet afsnijden en niet te dragen. En voor wegleiden, ah ja. Hier verlies ik wat tijd, denk ik. Ja. Kleine foutjes merk ik nu, komt ook door de banden die minder grip hebben. Vier seconden, als een seconde per ronde dat ik weg van trek, dat is wel bijzonder veel. Jammer genoeg, momenteel Verstappen voor Bottas, dat zie ik nog graag andersom. This is your final lap, of the race. The gap to the car behind is 4.7 seconds. Is afgesneden. Dan moet er het op het laatst opgebruiken. Bam! Wat een max-vertoning hier. Absolutely awesome, just amazing, well done. Terecht ook hoor, amai. Wat een machtsvertoning. Gasly driver of the day. Wat vond er nu rijder in plaats van coureur? Weer een historische winst op hun naam. Goed gedaan, team van Mercedes. Oeh, dit was toch wel mooi. Meteen een paar schoonheidsfoutjes, maar dat kon me wel permitteren. Mercedes is wederom in topvorm na een geweldig raceweekend. Het is anders Verstappen die op plaats 2 eindigt. Maar goed, dat houdt dan natuurlijk wel weer de spanning in het klassement. Nu gaan we eens kijken hoeveel seconden ik voorsprong had en wat het verschil was in beste rondetijden. Eens even kijken naar de posities van de coureurs. Het is een geweldig resultaat voor Lewis Hamilton die verder gestegen is in de top. En Bas van Damme, wie zou jij als coureur van de dag kiezen? Ik ga voor Pierre Gasly, denk ik. Het team heeft een goede strategie ingezet door hem in de groep op te nemen. Maar het is de taak van de coureur om de mogelijkheden te benutten. En dat heeft hij met verve gedaan. Over naar het constructeurskampioenschap. Mercedes blijft de leiding versterken. En zoals je ziet, bijna een seconde sneller is nog een afgelopen. En voor de rest 6 seconden punt 7 voorsprong op Verstappen. Dat is wel gigantisch veel op 5 rondjes. Maar ik had niemand om mee te dubbeleren natuurlijk. En Bottas en Verstappen wel. Dus daarmee zullen ze ongetwijfeld tijd verloren hebben. Dus ja, maar kijk, dit is al wel heel mooi. Gaan we naar de stand nog eens kijken. Bottas uitgeteld voor plaats 1. Ik neem met deze winst een serieuze optie op de eindoverwinning, denk ik toch al. Ja, geen serieuze, want het kan nog veel gebeuren als ik slecht eindig. Maar dit gaat de goede kant uit hoor. In de constructeurs zijn we echter oppermachtig. Daar staat dat bijna zo goed als zeker. Of ik het bijna zeker vast dat wij gaan winnen. Bedankt om te kijken. Hopelijk heb je, ondanks de saaie race, lang van mijn kant toch wat kunnen genieten van mijn stuurmanskunsten. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug. Bye bye.